Het is 7:09, tijd voor het nieuws. Zo'n 40 jongeren hebben zich zo misdragen tijdens een Halloweenfeest in zwembad Stappengoor in Tilburg. Afgelopen zaterdagavond dat het zwembad eerder is dichtgegaan. 4 meisjes moesten zelfs in veiligheid worden gebracht, omdat ze werden belaagd. Raadslid Hans Smolders uit Tilburg, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is het bij u al een beetje duidelijk wat er nou zich allemaal heeft afgespeeld? Ja, in grote lijnen wel. Er was inderdaad een feest van 500 kinderen, waarvan er 50 klootzakjes waren. Ratdraaiers, zullen we maar zeggen. En daarvan waren er minimaal 40 van allochtone afkomst. En het personeel, wat goed heeft gehandeld overigens, was daar niet tegen opgewassen. Het was totale paniek. De sfeer werd ontzettend grimmig, intimiderend. Ze werden handtastelijk. Meisjes moesten veiliggesteld worden. Moet je nagaan, het lijkt wel oorlog. Ze begonnen te spugen, met stenen te gooien, ramen ingegooid, fysiek geweld. Ja, jongens, de tijd van de wegkijkers is voorbij. Dat moet echt ingegrepen worden. Maar wat moet er nu gebeuren dan? Want u bent er ook politiek meteen ingesprongen? Ja, we hebben gelijk een spoeddebat aangevraagd en wij gaan echt de burgemeester actie laten ondernemen. Hij moet hier echt volop in gaan zetten. En desnoods, ja, ik vind als we dit toelaten, en dat kun je niets meer organiseren in de stad. Als we dit soort aantallen groepjes onze stad laten verzieken, nou, dan moeten we maar bij dit soort evenementen portiers zetten, zoals we die kennen in de binnenstad. Ik bedoel, daar hebben ze nog wel enigszins respect en angst voor. Maar dan moet je die ook gewoon goed betalen. Ik ken die mensen. Dat zijn mensen die gewoon staan voor de zaak. En dat hebben dit soort jongeren gewoon nodig. Maar die kunnen dan ook mensen weigeren aan de deur? Dat kan sowieso. Maar het gaat er nu om dat we een keer laten zien dat de maat vol is. Want anders is die samenleving gewoon totaal niet houdbaar meer. Als je aan de onderkant al zulke grote groepen hebt die gewoon de zaak gewoon zo frustreren dat een normaal feestje geen doorgang meer kan vinden. En dit is niet het enigste. Er zijn natuurlijk een aantal incidenten geweest. We hebben een maand of anderhalf geleden ook een moeder geholpen van een kind van 13. Dat meisje was ook gewoon ingesloten, betast, aangerand. Nou, die jongen is dan veroordeeld en krijgt een taakstraf. Ook het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht zullen eens een keer achter hun oren moeten gaan krabben dat het pamperen onderhand is voorbij is. En, nou is het niet de eerste keer inderdaad, want u zegt het al, het zwembad is wel vaker negatief in het nieuws geweest, omdat daar groepen jongeren zich nog alles misdragen. Nou zijn er ook wel maatregelen genomen, hè? Want volgens mij moet je bij de ingang je vingerafdruk laten scannen, waarmee dus precies duidelijk is wie er binnenkomt, lijkt mij. Ja, maar tegen dit soort jongeren die eigenlijk onze samenleving ondermijnen, is geen kruid opgewassen. Want het personeel heeft ook vorige keren gewoon goed gehandeld. Die hebben zo'n meisje toch heel snel weer veilig gesteld. Maar als we al moeten spreken over dat we meisjes veilig moeten gaan stellen, ja, dan lijkt het wel oorlog. En daar moeten we nou eens een keer tegen in. En, ja, de burger. Maar met zo'n vingerscan kun je toch al meteen optreden eigenlijk? Want dan weet je toch, het is Jantje, Pietje, Klaasje. En die komen de volgende keer gewoon en niet door. Want als die dan zijn vinger op dat apparaat legt, dan krijg je een rood kruis. Klopt. En daar ben ik het ook mee eens. Je moet alle hulpmiddelen in gaan zetten die er zijn. En toch zullen er altijd weer nieuwe grappenmakers opdoeken die de vorige keer niet gepakt zijn. En die verzieken dan vervolgens weer het feestje. Want er komt natuurlijk een gigantische aanwas aan van jonge gasten die gewoon zich niet kunnen gedragen. Dus die paar die dan niet binnen mogen, die zijn nou blijkbaar ook weer binnengeslipt. Want dat is nu dan ook het punt van uitzoeken wat deze week gaat gebeuren. En ik hoop ook dat de ouders weer aangifte gaan doen en dat inderdaad de beelden bekeken gaan worden en de burgemeester ook stappen gaat ondernemen. En daar moet op allerlei manieren op ingegrepen worden. En zo breed mogelijk. Ja, want zo kan het niet langer, zegt u. De burgemeester kan een spoeddebat verwachten. Dat moet snel gaan plaatsvinden, ergens volgende week al of zo. Ja, dat gaat zo. Het moet zo snel mogelijk. Ik bedoel, ik ben gehouden ook aan die gemeentelijke organisatie. En dat draait allemaal ook niet zo snel als ik zou willen. Dus voor mij part morgen of vanavond. Maar goed, zo werkt het daar niet in die politiek. Hè. En daarom loop je ook altijd achter de feiten aan. Hans Molders, dankjewel voor de reactie in ieder geval. Meer over wat er zich daar heeft afgespeeld vind je bij ons online omroepbrabant.nl of de app.